Hier heeft die meneer is terechtgekomen met zijn gezicht op het asfalt, recht op het asfalt. Toen heb ik zijn hoofd gedraaid, geprobeerd adem weg vrij te houden en andere omstanders te kwamen helpen. Dit zijn foto's net na het ongeluk. Volgens omstanders raakt de fietser onwel en komt een man in botsing met een auto die te hard rijdt. Een beveiligingscamera van een winkelier is getuige van het incident. Rechts in beeld komt een zwarte auto aangereden. De chauffeur lijkt iets uit te wijken naar de linkerweghelft en komt dan tot stilstand. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Te hard rijden. Roekeloos rijgedrag. Ja, hoe weet je dat? Omdat ik hier al 20 jaar op de Nieuwe Binnenweg zit. De politie wil nog niets kwijt over de oorzaak van het ongeluk en onderzoekt de zaak. Ook kan de politie het overlijden van het slachtoffer nog niet bevestigen. Nu is het onderzoek van de politie nog gaande. Het is nog niet gezegd dat er daadwerkelijk te hard is gereden door de chauffeur. Nee. En dan ben ik zo iemand, ik ga er maar van uit, want ik heb de auto zien staan. Heel de voorruit was helemaal ingedeukt door de knal die gemaakt is. En iemand die met 20 km per uur komt aanrijden, sorry hoor, maar dan is jouw ruit niet zo kapot. Het is niet de eerste keer dat het hier fout is gegaan. Dus af en toe hoor je ook gewoon iemand keihard gas geven en dan wacht je eigenlijk soms op een klap. De gebiedscommissie Rotterdam Centrum pleit voor flitspalen en drempels op de Nieuwe Binnenweg. Het moet nu een keer goed afgelopen zijn, in ieder geval dan ze weten op de Nieuwe Binnenweg of waar dan ook in het centrum, kan je niet zomaar ongegeneerd keihard rijden.